Stress is een van de grootste problemen wat de algemene Nederlander tegenaan loopt. En ik zal eerlijk zijn, ik ben zelf ook zo iemand die daar veel moeite mee hebt. Maar in de loop van de jaren ben ik wel een stuk wijzer geworden en heb ik geleerd van mijn fouten. Kijk, het leven zit vol met stress en dat kan je ook niet voorkomen. Maar je kan wel je reactie en je interpretatie van stress trainen en veranderen. Wat ik ook gemerkt heb in mijn omgeving en de cliënten die ik heb, is dat stress de nummer 1 factor is waarom mensen hun doelen eigenlijk niet behalen of behouden. In deze video zal ik 5 tips benoemen wat jou een stukje stressbestendiger zal maken. Nou, nummer 1. Word bewust van je triggers. Ben jij wel bewust van wat er gebeurt op het moment dat je in een stresssituatie terechtkomt? Wat gebeurt er met je ademhaling? Word je misschien angstig? Word je misschien boos, geïrriteerd? Wat gebeurt er intern in je lichaam? Kijk, heel veel mensen zijn niet eens bewust van wat er gebeurt in hun lichaam. Hè? Ze reageren alleen maar op wat er gebeurt in hun omgeving. Dus als ze in een stresssituatie komen, dan reageren ze gewoon daarop. Onbewust, zonder na te denken. Ze gaan alleen hun emoties achteraan. Doordat je dus bewust wordt van je reacties en je gedachtes op het moment dat je in een stresssituatie belandt. Het bewustzijn daar al van je reacties zal ervoor zorgen dat je reactie of hoe je op iets reageert of hoe gestrest je wordt van iets veel minder wordt door het alleen maar te opmerken. Dit is misschien moeilijk voor sommigen, maar dit kan je ook trainen. De beste manier om dit te trainen is door mindfulness te doen. Nou, mindfulness is een soort meditatie. Nou, het idee van mindfulness is eigenlijk best simpel, maar in de realiteit of in de praktijk is het een stuk moeilijker. Je moet dingen gaan opmerken. En dit kan je zittend doen, of je kan het ook gewoon staand of tijdens een wandeling doen. Het hele punt is om misschien 1 of meerdere dingen als aandachtspunt te hebben en daarop te focussen. En wat er dus gaat gebeuren waarschijnlijk is dat je gedachten heen en weer gaan. Maar doordat je iedere keer terugkeert naar bijvoorbeeld je ademhaling of naar geluiden, geurtjes, is dat de oefening. Want je focust dus je mindfulness. Je wordt bewust van wat er gebeurt in je lichaam en in je hersens. Nou, dan punt nummer 2 om jou iets meer stressbestendig te maken. Ga sporten. En niet zomaar sporten. Maar je gaat een cardio toestel uitzoeken, dus een fiets, een crosstrainer of een roeiapparaat. Nou, je probeert dan in 1 minuut zo snel mogelijk te trappen, waardoor je hartslag en je ademhaling natuurlijk stijgt. Na die minuut ga je door je ademhaling te reguleren, dus door rustig te ademen, je hartslag zo snel mogelijk omlaag krijgen. Wat gebeurt er eigenlijk? Nou, op het moment dat jij gestrest bent, wat gebeurt er? Je ademhaling stijgt waarschijnlijk, je gaat misschien ook zelfs een beetje hyperventileren. En je hartslag gaat sneller kloppen. Dat gebeurt dus ook met die 1 minuut keihard trappen. Wat we dus trainen is om op het moment dat dat gebeurt, is je hartslag zo snel mogelijk omlaag te krijgen door je ademhaling te reguleren. En we weten ook dat je ademhaling is gekoppeld aan je hartslag. Dus op het moment dat je inademt, dan klopt die iets sneller. En op het moment dat je uitademt, dan klopt die langzamer. Dus tijdens de ademhalingstechniek probeer dan ook je uitademing te vertragen. Zo zal je merken dat je hartslag laag gaat en je gaat minder snel ademen. Dat kan je dan ook overdragen naar een stresssituatie. Op het moment dat je helemaal opgefokt bent, je gaat ademen. Rustig in en heel rustig uit. Ook een hele goede tip is, of een hele goede truc, is dat heet fysiologische zucht. En dat is eigenlijk 1 keer zo diep mogelijk inademen door de neus. En als je dan denkt dat die vol is, dan kan je nog in iets meer inademen. Dus ook nog een tip. En heel rustig uit. Door de neus. Dus nogmaals. In. Nog een keer. Heel rustig uit. Dit is bewezen. Dit is de snelste manier om, als je een beetje gestrest bent of als je hartslag omhoog is, om de snelste manier om dus je hartslag of stress laag te krijgen. Blijf tot het einde van deze video, want dan zal ik nog 2 extra tips meegeven. Oké, dan hebben we nu punt nummer 3. Punt nummer 3 sluit heel mooi aan op punt nummer 2. En punt nummer 3 is, neem een koude douche of ga best lang in een warme sauna zitten. Net zoals met punt nummer 2, hè, tijdens zo'n situatie wanneer je in een koude douche gaat of een koude bad zelfs, ijsbad of een warme sauna. Je hartslag gaat stijgen en je wilt uit. Dat is het enige wat je hersens zegt. Van, oh, ik moet nu eruit, want dit is eng, dit is gevaarlijk. Je lichaam gaat allemaal reacties afgeven van, oké, ik moet nu echt hier weg. Maar door weer dan op dat moment je ademhaling te reguleren, rustig te blijven, rustig te ademen, train je weer die stressbestendigheid. En als ik jou was, zou ik niet dit overdreven doen en gelijk met 5 minuten in een koude douche gaan staan. Of gelijk 30 minuten in een sauna van 95 graden. Maar
iedere keer het punt bereiken van oké, nu wil ik eigenlijk eruit. En dan nog eventjes 20 of 30 seconden blijven. En dan de volgende keer, dan doe je net iets langer. Op die manier kan je het opbouwen. En dan train je iedere keer net een beetje stressbestendigheid. Maar je gaat niet te ver. Hè? Want je moet wel alles veilig kunnen uitvoeren. Oké, en dan nu punt nummer 4, die jou iets meer stressbestendig kan maken. En punt nummer 4 is, zoek vrijwillig een situatie of situaties op die je weet dat je gestrest van wordt. En dan denk je, waarom zou ik dat nou gaan doen? Nou, nogmaals, stress of stressbestendigheid is een spier. Je kan het trainen, dus hoe je daarmee omgaat, kan je oefenen. Dus door een situatie op te zoeken waar je weet van oké, dit vind ik echt niet fijn om dit te doen, want ik word hier heel, heel gestrest van, kan je dat dus oefenen. Aan mezelf als voorbeeld, ik vind het heel moeilijk om in grote groepen te praten, maar ik wil mezelf steeds meer gaan uitdagen door iedere keer in grotere groepen te gaan praten. En ook expres dat soort situaties opzoeken waarbij het dus moet. En iedere keer heb ik allemaal van die rare gedachten in mijn hoofd van nee, dat ga ik niet doen, oh dat wil ik niet. Of ik probeer redenen voor mezelf te verzinnen om waarom ik het niet moet doen of hoef te doen. Maar ik weet, nee Adam, je moet het blijven doen. Je moet dit doen, want hier word je dus beter van. Je daagt jezelf uit. En dan, als je het gedaan hebt, dan heb je echt een voldaan gevoel. En als je dit dus oefent met één stresssituatie, wat je vrijwillig hebt uitgekozen, dan neem je die kennis of de manier hoe je daarmee omgaat ook over naar andere stresssituaties in je dagelijks leven. En dan de laatste punt, punt nummer 5. Deze punt spreekt misschien voor zich, maar wordt alsnog vaak vergeten. En dat is creëer een gezond functionerend lichaam. Want een gezond lichaam is veel meer stressbestendig dan iemand die ongezond is. Dus eet gezond, word niet dik, doe krachttraining, beweeg genoeg en dan zal je merken dat al de stresses in je leven een stuk makkelijker zullen zijn. Nou, dat waren dus de 5 punten. En ik zou het ook aanraden om dit soort dingen te trainen, of in ieder geval stressbestendigheid te trainen buiten de stresssituaties om. Want als voorbeeld, tijdens een stresssituatie, gewoon een normaal persoon die bijvoorbeeld heel erg geïrriteerd of gestrest of opgefokt is, en je tegen diegene zegt van niet opgefokt zijn, niet gestrest zijn, ze gaan niet luisteren, het komt niet binnen. Dus dan kan je het niet trainen. Dus ik zal echt aanraden om dit, de stressbestendigheid, te trainen buiten de stressmomenten om, wanneer je gewoon goed voelt. Want dat draag je dan ook weer over en dan heb je het al geleerd en kan je het toepassen op het moment dat je echt stress ervaart. En niet tijdens de stresssituatie zelf, want dat gaat gewoon niet lukken. Nou, wat ik had beloofd is om 2 extra tips mee te geven bij het einde van de video. En punt nummer 1 daarvan is dus trauma. Nou, iedereen heeft meer of minder een trauma, dat heb ik wel eens vaker gezegd. Maar trauma kan er dus voor zorgen dat jij dus niet zo heel goed bent met stress. En dit moet je dus oplossen met iemand die echt hier verstand van heeft. Dus met iemand gaan praten. Een psycholoog, nou, die kan je hierbij helpen. En dan kan je dus ook voor zorgen dat je dus misschien uiteindelijk ook wat stressbestendiger wordt. Omdat je dus die trauma's hebt opgelost. Nou, en punt nummer 2 van de extra's is dus slaap. Kijk, slaap is een van de belangrijkste dingen wat wij doen om een gezond functionerend lichaam te hebben. En slaap je slecht, ja dan weet je, dan voel je je gewoon niet goed. Dan voelt alles vermoeiend. Dus ja, als je dan stresssituaties tegenkomt, nou, dan reageer je daar natuurlijk heel heftig op, omdat je gewoon moe bent. Nou, hoe kan je slaap optimaliseren? Daar heb ik een video al voor gemaakt. Dus als je die wilt zien, dan kan je hier klikken op deze link. En heb je hier nog vragen over of iets wat je nog wil weten of iets wat ik ben vergeten om te zeggen? Dan kan je reactie laten hierachter in de video. En zo niet, dan zie ik je volgende week. Doei!